Welkom bij de eerste aflevering van de nabeschouwing door Team Zuur. De gasten. Laat ik het even goed uitleggen. Want mensen, zijn wij al per definitie zuur? Nee, zo moet je het ook weer niet zien. Ik bedoel, ik denk dat Skate vaak best wel positief is. Waarom is het Team Zuur? En dat gaat over Boris, Skate, Steven en mij. Wij hebben talloos E3's meegemaakt. Ik denk allemaal wel minimaal een stuk of 6, 7. En de gloriedagen hebben wij meegemaakt. En dat betekent altijd dat je dat gaat afzetten tegen wat er de laatste tijd gebeurt. En dat is gewoon veel minder. Dus wij hebben altijd dat gevoel van ja, maar vroeger was het wel een stuk vetter. En dat maakt je een klein beetje wat zuurder ten opzichte van de jonge garde, de Youngbloods. Die eigenlijk alleen maar de laatste fase hebben meegemaakt. En dat eigenlijk nog heel erg vet vonden. Omdat dat voor hun de eerste keer was. Dus vandaar dat we ook een beetje Team Zuur hebben genoemd. Wij waren de laatste jaren ook wat vaker in de studio. Hadden we altijd net even wat minder dat we erin meegingen. Logisch, als je in LA bent, is het allemaal veel vreder. Komt het allemaal veel harder binnen dan hier op de studio. Vandaar dus Team Zoet vaak in de streams en Team Zuur een dagje later. Hebben het allemaal even lekker op ons laten inwerken. Even over zitten na te denken. Ja, want even voor de duidelijkheid. Ja. Team Zuur, studio, blabla, minder op ons, weet je, maar als een show goed is, is een show goed. 100%. 100%. En dan zullen wij dat ook vanuit de studio gewoon natuurlijk beamen. Nee, zeker wel. Dus Team Zuur hoeft niet altijd zuur te zijn. Maar nee. Dat is eenmaal een beetje de naam die we erbij hebben. Maar dan weet je ook waar het een beetje vandaan kwam. Een beetje van de vroeger was alles beter kant. Gisteren hadden we dus inderdaad Summer Game Fest. Ooit begonnen door Jeff Keighley. En hij heeft het tijdens de corona, tijdens de pandemie, heeft hij dat echt opgepakt. Hij zag dat gat wat de E3 liet liggen. Dat slaagde er niet in om online iets te doen. Hij is daar toen mee begonnen. En nu is het ook een offline editie met echt een aftrapshow die we gisteravond hebben gezien. Maar ook dus blijkbaar kun je daar gewoon games als media checken. Dus een wat kleinere vorm van de E3. En wie weet dat dit wel gaat uitgroeien toch iets groters. Ik waardeer het enthousiasme. Ik waardeer het inzet. Uiteindelijk is het natuurlijk ook allemaal business. Probeert hij natuurlijk wat geld mee te verdienen. Maar zo, en of. Maar dat is, ja, nee, we kregen gisteren redelijk wat reclames onder onze oren tijdens de show. Maar dat maakt niet uit. Als je iets moois maakt, dan heb je alle recht om daar ook lekker centjes mee te verdienen. Ik wil hem even aftrappen. Ja, misschien moet je het ook omdraaien. Ja? Hij heeft dat natuurlijk nodig om dat te kunnen opzetten. Ook nog eens een keer. En hij is wel in dat gat gesprongen. Hij heeft zijn nek uitgestoken met een soort van kinderlijk enthousiasme. Heeft zich ertussen gewurmd. En heeft, dat heb ik van meerdere partijen ook wel gehoord, een hele goede klik met heel veel partijen. Het is een benaderbare man. Hij komt natuurlijk ook vanuit de games media. Exact, hij weet hoe het werkt. En een van de grote kritiekpunten op de E3, de ESA, maar met name ook de huidige organisator Reed Pop, was dat ze niet benaderbaar zijn. Dat ze niet snappen hoe publishers werken, wat ze nodig hebben. En dat ze nogal met de voeten werden getreden. En dat vonden ze niet prettig. En dat heeft Geoff Keighley, heeft die gunfactor. Jeff heeft die gunfactor absoluut. Het is wel eikel. Ik vind het eikel. Ja. Hij is ook wel zo'n sufkut. Het is zeker een sufkut. Hij geilt ook wel een beetje op zichzelf. Zo. Maar dat doen we allemaal, toch? Beetje. Nee. Nee? Nee, ik word niet blij van mezelf als ik mezelf zie. Oké, nou, ik kijk ook weinig naar mezelf. Maar goed, het maakt niet uit. Ik wil even twee dingen gescheiden houden. Want dat is ook iets wat we, wat ik vaak mis zie gaan. Dat is een beetje een puntje van irritatie bij mij. Je hebt de show. Dus hoe zet je een show neer? Ik heb dat zelf vaak gedaan. Jij komt uit de muziekwereld. Je hebt cd's gemaakt. Een show bestaat uit elementen. En wat je probeert te doen is door die elementen op de juiste manier in elkaar te zetten. Met intermezzo's ertussen. Dat aan het eind, dat je die aandacht vasthoudt. Dat je iets leuks neerzet. Dat is het ene kant. Dus je hebt de show en daarnaast heb je de ingrediënten zelf. Dus je kunt een leuke show. De ingrediënten maken toch wel grotendeels de show. Zeker, maar ik vind wel, je kunt soms zeggen het was een toffe show, maar de trailers die ik gezien heb en de game vond ik niet zo heel erg tof. Dat kan. Ja, en heeft dat te maken ook met de volgorde waarop ze. Nou, onder andere. Kijk, de eerste show die we dit jaar gezien hebben, de PlayStation Showcase. Afgezien dat de games niet zo vet waren, niet voor mij in ieder geval, laat ik het persoonlijk houden, vond ik het ook een beetje afgeraffelde,
emotieloze stroom van, hey, dit hebben we allemaal, weet je wel. Ja, ik vond de PlayStation Showcase een beetje een identiteitsloze showcase. Ja, geen sjoegen, geen enthousiasme, niet een soort van trots, kijk eens, weet je wel. En mijn mening is, ik vond dit gisteravond, ik had wel weer het idee van, dit is in ieder geval een hele goed bedoelde en soms ook geslaagde poging om weer die oude E3-show naar voren te brengen. En dat zijn dus, af en toe komt een developer naar voren, een stuk muziek erin, een celebrity die zomaar even binnenkomt vallen, waardoor dit breekpuntjes in zit. Ik vond ook dat ze probeerden om niet te veel dezelfde type games achter elkaar te plakken. En dat zorgde er wel voor. Zeker omdat ik me een keer zelf gedwongen heb om een soort van skate, met een skategevoel erin te gaan. Geen enkele verwachtingen. Want ik zat toch niet bij de stream. Ik ging gewoon liggen. En ik heb me eigenlijk wel vermaakt. En ik moet ook zeggen dat ik Jeff ook nog wel redelijk to the point vond. Catchy. Je ziet dat hij het kan. Dat hij kan presenteren. Het was niet die konijn die in de koplampen kijkt. Ik moet autocue, weet je wel. Nee. Iets wat ik bij onze vriend Max Payne, hoe heet hij ook alweer? Ja. Sam nog wat? Die Finn. Wel had. Ja, maar jij hebt zo vaak op het podium gestaan. Ja. Why the fuck was je zo echt... Hij was echt shitting his pants, had ik het idee, man. Ja, absoluut. En dan zie je dus weer dat zo'n Nicolas Cage, he doesn't give a fuck, weet je wel. Die komt gewoon binnen. Die gaat waarschijnlijk ook nog een keer off-cue, weet je. Want ook, geloof mij, ook dat hele gesprekje wat ze hadden is allemaal gerehearsed. Dat maakte het leuk. Een voorbeeld vond ik bijvoorbeeld. PlayStation liet aan het eind Spider-Man zien. Mm-hmm. Bam, we kregen fucking 10 minuten aan trailer te zien, weet je. En op een gegeven moment, het veel te druistig voor mij allemaal. En oké, hoe zit die game in de... Allemaal vragen hadden de Marvel fans, weet je. Welke vijanden zitten erin? Dit en dat. Hier was de aanpak. We laten wat zien. Maar die gast kwam ook op, hartstikke enthousiast. En vertelde ook echt wat over die game. Een paar nieuwtjes. En dat geeft mij zoveel meer... Ik vond dat echt meerwaarde. Gewoon eventjes weten wat er speelt. Hoe zit die game in elkaar? Even een paar vraagjes stellen. Ik heb daar best wel van genoten. Dus als show vond ik dit is wel zoals ik het graag zie. Het duurde wel wat te lang. Het was zeker te lang. Het had anderhalf uur was genoeg. Ja, met name na misschien een uur en een kwartier zelfs. Ja. Het middensegment, daarin had je toch een aantal titels die achter elkaar kwamen, waarvan ik dacht van, nou, die had je ook weg kunnen laten. Maar dat zal natuurlijk vanwege financiële redenen er wel in hebben gezeten. Nou ja, dat is het ook. Want ik had precies hetzelfde van, ik heb als nu bijvoorbeeld de helft eruit was gehaald qua games en die vette dingen had je bij elkaar gezet met diezelfde elementjes ertussen, had je echt een hele leuke show gehad. Maar zijn verdienmodel is natuurlijk van die publishers die kopen die zendtijd gewoon in. Dus Ja, dan moet hij er alles maar in proppen, weet je wel. En dan krijg je soms dat het 2 uur is. Het is gewoon lang. Het gaming is wat dat betreft gewoon net even niet dynamisch genoeg, omdat die menselijke interactie erbij niet is. Want Oscars vind ik ook vaak lang, maar dan heb je dan toch nog die sketches ertussen en dan komen er weer allerlei celebrities op. Ja, en doe mij de Emmys dan maar. Dat neemt zichzelf de mensen niet zo serieus. Nee, oké, maar weet je, dan heb je die mensen in interactie. Dan zit je altijd, wie gaat het nou? Welke celebrities komen nu op? En wie gaat die film winnen? Dat spanningsmoment is hier niet helemaal. Het spanningsmoment, dat deed hij wel goed. Je zal meteen zeggen, oké, we gaan dit nog doen, dat nog doen. En aan het eind hebben we een verrassing. Ja, goed geproduceerd, goed geproduceerd. Dus dat was goed geproduceerd. Laat ik dan maar meteen naar mijn hoogtepunt gaan van deze show. Waarbij je ook een beetje ziet dat deze man weet wat presenteren is. Ik vind dat bijvoorbeeld, jij kan dat ook vrij goed. Jij doet het vaak. En een goede presentator, met name bij live, die kan... improviseren. Die kan. Oh nee hoor. Nee, dit is niet geïmproviseerd. Hij wist dat dit moment ging komen. Nou ja, oké, je gaat ervan uit. Dit is zo geframed dat je hoopt dat er een nerd klaarkomt in de zaal. En dan kun je daarop inspelen. Dat is waar. Maar goed, anyway, dat doet hij best wel grappig. Laat ik even kijken. Dit was mijn hoogtepunt. Sowieso. Gaan we even kijken. Now, speaking of Final Fantasy. No. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Get you can get a... Jij bent net als mij best wel vaak ook op de E3 op die persconferenties geweest. En in Amerika
Of het zijn, vaak hebben ze gewoon juichers. Van kantoor hebben ze dan meegenomen. Stagiaires en onderknuppels. Ze zeggen, je gaat gewoon bij alles ga je heel hard roepen. Dat soort dingen. En je hebt van die hele hardcore game nerds. Vaak bij Nintendo had je dat bij alles wat ze... Ah, dit is nieuw. Ah! Weet je, ze komen ongeveer klaar. Ja. En hier in de Final Fantasy... Ah! Oh, er komt er gewoon eentje gewoon heel hard klaar. Van, Final Fantasy. Dit vond ik zo ontzettend grappig. En dat was dan uiteindelijk door Dash. Wat gewoon een fucking... Ja, die brengt gewoon voedsel langs. Ja, het ding van met Jeff Keighley is natuurlijk... Kijk, er was een periode dat er volledig over hem heen gescheten werd... Van het moment dat hij met Doritos en Mountain Dew aan kon kakken. Ja. Weet je wel? Dat was redelijk... ongekend voor die tijd. Zeker voor iemand die vanuit de games media hoek kwam. Die zijn ziel zo verkocht, weet je wel. Ja. Ah, moord en brand. Tegenwoordig, we doen er zelf bijna in principe net zo hard aan mee met sponsordeals en samenwerking en dergelijke. Hij was er tijd vooruit, inderdaad. Hij was er tijd vooruit, wat dat betreft. Maar hij is natuurlijk al... Hij is zo door de wol geverfd inmiddels, dat bij dit soort dingen... Van, hij weet je wel... Oké, weet je, ik ga mezelf weer gewoon compleet voor schut zetten hiermee. Ja. Maar het is oké, want it pays the bills, weet je wel. Het is wat het is. We pakken het maar zo dat het gewoon een joke wordt, weet je wel. Nou ja, zeker. Aan de andere kant vond ik hem ook gewoon de vragen die hij stelde, daar zie je aan, of daar hoor je aan, dat hij snapt waar hij het over heeft. Nee, maar het wordt ook steeds comfortabeler. Ik bedoel, hij schroomt ook niet... Het is allemaal promopraat, tuurlijk, weet je wel. Er wordt bijna geen kritische noot gekraakt natuurlijk. Nee, 100%. Exciting. I'm so excited. It's exciting to have you, weet je. Daar word je helemaal gek van. Maar, het is zijn show. Ja. Maar het voelde voor mij niet... want dat is natuurlijk het gevaar. Zo kun je het ook brengen van bijvoorbeeld... PlayStation had... die gasten presenteerden dan zelf. Sean Layden, Jim Ryan, weet je wel. En dat zijn zo stijfjes vaak. Stijfjes, ja. Heel erg op die autocue gefocust, weet je wel. Angst. Niet kunnen improviseren als iets totaal anders loopt dan... weet je wel. En dan komt er ook nog eens een keer... Kijk, er komen dan developers op... Die dat sowieso al vrij kut vinden. En als je dan niet een host hebt die je op je gemak stelt... dan worden er twee konijnen worden dat van... weet je, dus dat had ik hier niet. Dus voor mij de show te lang. Maar wel zoals ik het graag zou willen zien. Hoe had jij dat? Hetzelfde, precies hetzelfde. Ik bedoel, ik heb een begrip voor dat, weet je, dat die Pokémon rip-off erin zat... en dat er nog andere nonsens te zien was... Dat die reclames af en toe langskwamen. Samsung. Ja, OLED. 49 inch. Het is wat het is, weet je wel. En het is niet alsof je zonder die shit meteen een half uur weet te schrappen. Kijk, er zitten ook gewoon mindere games tussen, weet je wel. En voor mij persoonlijk was ook niet heel veel waarvan ik zeg van, ja, dat moet ik gaan spelen. Nou, laten we toegaan naar de games. Want inderdaad, dus die show die had korter gekund. Maar ik vind dit echt oprecht toffer dan de PlayStation Showcase die alles achter elkaar ratelt. Er zijn kuttere manieren om mijn donderdagavond door te komen. Zeker, zeg maar, zeker. Maar dan de content. En ik ga zeker niet alles herhalen, want ik weet bij God ook niet meer wat er alles voorbij is gekomen. Ja, jeetje. Laat ik even kijken. Even kijken of ik de trailer kan vinden. Want dat vond ik zeker een verrassing. Dat ging over de game van Ubisoft. En ik moet hem wel even zien vinden. Prince of Persia. Ja, Prince of Persia. En ik had het hier een beetje... Ja, weet je. Deze game die... Is al de hele tijd van, komt hij nou wel, komt hij nou niet, weet je. Dan zou hij weer niet komen. En laatst hadden we weer bericht dat hij weer helemaal terug naar de tekentafel. Hij is er dus wel. Het is wel een beetje anders dan ik had verwacht. Wat meer cartoony. Ik heb ook het idee dat dit gemaakt is door een van hun studio's die vaak die... Battle Royale-achtige type games maken. Dat stijltje heeft het weer. Nee, dit is gewoon een, dit is toch een 2D... Ja, nee, maar gewoon de animatie, de gezichten en zo. Ja, weet je. En toch heb ik wel het idee dat ik dit leuk kan gaan vinden. Ja, dit doet in ieder geval weer een beetje denken aan de Prince of Persia's van Valier, weet je wel? Echt gewoon de...
de oude Prince of Persia. Niet die, die latere 3D. Die ook, waar het Sense of Time bijvoorbeeld was fantastisch, weet je wel. Maar ik weet nog de laatste game waarin je niet dood kon gaan. Die was echt gewoon echt ruk. Ja. Eén van die laatste games. Ja, en dit oogt wel als een game die Prince of Persia, de franchise, hè, de naam weer eer zou kunnen aandoen. Ja, het oogt voor mij ook voor een mid-level price game. Ik weet ook niet hoe lang die en hoe groot die kan zijn, maar dit was wel verrassend. En ik vroeg me meteen af van, waarom heeft Ubisoft dit niet bewaard voor UbiForward? Want we weten dat we Assassin's Creed Mirage krijgen. We weten maar dit is niet die remake waar ze mee bezig waren, toch? Oh, nee, daar heb je gelijk aan. Dit is The Lost Crown. Dit is echt iets nieuws, inderdaad. Ja, nou goed, oké, dat realiseer ik. Ik ben net al helemaal niet eens. Goed dat je daarin corrigeert. Maar wat ik ook, en daar kan PlayStation dan ook weer een voorbeeld aan nemen. Je moet met iets verrassends beginnen. Iets waar je meteen denkt, hey, wauw. Dan ben je wakker. Dan zit je erin. Weet je wel. Anders zeg je van, oké, is het al begonnen? Ja, ik ga nog even een biertje halen. Of ik pak even een paar chips uit de keuken. Weet je. Ja. Het had me wel meteen vast. Vond je ook leuk? Het was een leuke binnenkomer. En die werd gevolgd door ook een leuke binnenkomer volgens mij. Ja, noem hem even. Dan ga ik even de trailer. Ja, dat weet ik dus niet meer. Maar ik weet wel dat hij met twee leuke games begon op zich. Even kijken. Ik ga kijken. Mortal Kombat kwam er natuurlijk vrij achter. Dat was volgens mij de tweede. Nou, dat is toch ook met gameplay, weet je wel. Waar veel mensen natuurlijk ook op zaten te wachten. Ook een pluspunt van deze Summer Game Fest. Misschien waren de games niet goed. Daar hebben we het nu een beetje over, maar wel gameplay. Gewoon gameplay, weet je wel. Ik bedoel, tuurlijk, er zaten ook wat CGI-trailer-achtige games bij. Maakt niet uit. Maar je wil gewoon van dit soort grote games, wil je gewoon gameplay zien. En dat hebben we gezien. Ja goed, ik ben niet zo'n fighting man. Ik merk hier wel op de redactie dat we heel erg pro Street Fighter zijn. Dat dat toch vaak de to-go-to game is. Vind jij Mortal Kombat leuk? Nou, ik heb wel... ik heb menig gulden gestoken in die oude Mortal Kombat kasten, ja. Ja, we hebben er eentje toen op de redactie heel lang gehad. Ook en nog. Ik moet zeggen dat de reboot serie, zeg maar... Ja. Er zijn er inmiddels ook al een paar van. Van deze, in deze stijl. Ik moet zeggen dat het me wel aanspreekt, hoor. Ja. We gaan weer terug. Dat totaal anders nu, hè? Ja, ander universum zit Scorpion het inderdaad. Scorpion en Sub-Zero die broers zijn. En gewoon hele andere relaties tussen de verschillende characters die we kennen. Wat ik ook leuk vond is dat ze dus... dat Ed Boon, dat vond ik ook wel zo tof dat hij opkwam. De man weet hoe hij met camera's moet omgaan. Die was lekker enthousiast aan het lullen. Dat pakt mij er gewoon net even wat meer bij. Dat ze hebben geprobeerd om toch iets nieuws aan dit genre toe te voegen. Wat heel fucking moeilijk is. En dat kijk, ik dacht eerst van, ja, dat is toch gewoon tag team. Dus dat hebben we al eens gehad met Tekken en zo. Maar dit is niet een tag team. Dit is feitelijk gewoon, als je bepaalde combo's doet, dan kun je bijvoorbeeld een stukje combo van een ander character erbij pakken. Ja. Hoe dat dan gaat werken, weet ik niet. Dat moeten we dan voelen. Hier zag je dat bijvoorbeeld. Ja, vond ik tof. Exact, dat vind ik dan toch wel leuk dat ze in dit genre wat gewoon best wel staat, toch iets terug moet halen. En je weet gewoon, dit genre wordt ook gespeeld door mensen die dit genre tof vinden. Dus als je iets nieuws probeert, glad ijs altijd. Ja. Ja, je ziet het ook bij Street Fighter, hoor. Dat dan bijvoorbeeld het grafische steltje weer minder aanspreekt bij veel mensen. Omdat ze het allemaal net iets te flashy vinden en zo. Dat hebben ze hier niet gedaan. Ja? Nee. Kijk maar wat uiteindelijk de boventoon voert en waarom ook een Street Fighter 6 gewoon alom gewaardeerd wordt bij de meeste fighting liefhebbers, is omdat gewoon de game mechanics super tight zijn. Weet je wel? Ja. En dat is waar het uiteindelijk om draait. En waarom veel mensen dan die grafische stijl op de koop toenemen. Ik moet zeggen, ja, ik vind dit wel een natuurlijke evolutie in de Mortal Kombat serie. Mm-hmm. En ik denk dat die ook wel hoge ogen zal gooien. Het is de best verkopende van allemaal. Mortal Kombat? Ja. Nou, ja, dat, en ik denk dat mee te maken heeft met die fucking fatality. Dat toch heel veel mensen dat wel brutal vinden om zo te eindigen. En, ja, maar dat doe je de game echt en de game mechanics tekort mee. Ja. Want dat zit ook goed. Timing, weet je wel. Het is niet button bashen. Timing is essentieel. En de moeilijkheid van het uitvoeren van moeilijke moves. Ja, dat soort shit zorgt er wel voor dat Mortal Kombat nog steeds bestaansrecht heeft. Oh, maar tuurlijk, dit extra brute gebeuren, dat ja,
Dat maakt natuurlijk ook wel wat verschil, ja. Ja, nee, zeker. Dit was inderdaad volgens mij de tweede of misschien de derde game, maar wel... En Jean-Claude Van Damme, hè, die gewoon nu eindelijk na jarenlang smeken ook zijn bijdrage levert. Ik weet niet of hij serieus was, dat hij zei van dat de allereerste Mortal Kombat zou Jean-Claude Van Damme de game zijn. Nee, daar zou hij dan ook een rol in spelen, volgens mij. Ja, omdat dat, die game was zwaar geïnspireerd op Bloodsport natuurlijk. Oké. Okay. Een classic. Ik zit even een beetje er doorheen te veugelen. Want bijvoorbeeld een game die... Laten we even de toffe... dit vind ik een toffe, je kan aanvragen. Er zaten zeker wel toffe dingen in, hoor. Bijvoorbeeld, dit is van John Carpenter. Eerst dacht ik bij mezelf, oh jezus, dit is weer zo bro, over de top, stoer. Hier dacht ik even echt een fractie van een seconde van, zitten we naar een film te kijken? Maar ik zat niet goed te kijken met een half oog. Hey, we zitten gewoon naar een film te kijken hier. Of serie, of wat dan ook, John Carpenter. Ja. En toen zat ik, oh fuck, dit is gewoon, CGI, man. Ja, sikke CGI, maar wel een beetje een soort van stoerheid die ik dan weer niet zo leuk vind. Maar goed, tuurlijk. En toen ging het opeens los in een soort van zombie-orgie. Dat ik dacht van, oké, dat vind ik dan wel weer leuk. Het is een beetje, het springt in het gat dat, hoe heet die? Dead Rising. Ja. Dat Dead Rising een beetje heeft achtergelaten. Nou precies, we hebben natuurlijk Dead Island gehad onlangs. En dat vond ik een oké game. Alleen, bij mij zombies is ook een beetje dit, weet je. Die grote massa van eencellige, domme zombies die op je afstormen. En dat vond ik bij Dead Island te weinig, weet je wel. Van het was te... Ja. En dit is World War Z, als het ware. Het zag er goed uit ook qua graphics. Je weet natuurlijk allemaal niet wat ze hiermee hebben gedaan, voorbewerkt en dat soort dingen allemaal. Vond ik leuk. Vond ik een leuke verrassing. Alleen, je moet je toch afvragen, want dit lijkt ook co-op te zijn, hè, volgens mij. Gaat dit een lang leven beschoren zijn? Weet je wel? Weet ik niet. Ik ga ook niet hier roepen van... Fuck, dit was de game van de show voor mij. Maar ik vond dit wel tof. Ik bedoel, je kan niet alleen maar... Het zou mooi zijn als een show alleen maar toppers heeft. Maar dit vond ik ook niet vreselijk slecht of zo. Nee. Toxic Command. Een ander denk ik wel... Commando. Toxic Commando, sorry. Ja. Een ander ding... die ik tof vond en waarvan ik vrijwel zeker weet dat jij hem ook tof vond, was de beelden van Alan Wake. Althans, ik vind die game lijkt mij leuk. Ik staat hoog op mijn lijstje. Ik had wel een beetje op een gegeven moment bij de actie die we straks zien van dat ik het gevoel had dat die frame rate heel erg dat het niet helemaal lekker zat. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is waarom heel veel partijen dus geen gameplay meer tonen, omdat dat laatste helemaal strak trekken van een game, dat doen ze aan het eind, niet nu. En misschien moeten we er niet te veel over mopperen, maar ja, ik hou hier wel heel erg van. Weet je wel, het is een beetje Resident Evil-achtig geworden. Ja. Vind ik ook geen probleem. Ja, maar ik zit te denken, was dat met Alan Wake zoveel anders dan... Ja, blijkbaar. Want dat weet ik niet meer. Hij ging nu opeens zeggen van, we made a survival horror game, weet je wel. Ja, dat is wel zo. En dan ook nog met twee characters, wat ik overigens helemaal niet vervelend vind. Want dat houdt de boel fris. Maar ik moet wel zeggen, het voelde wel aan als een billenknijp game, weet je wel. Er zat een jumpscare in hier. Ja, daar heb ik er niet heel veel meer van gespeeld. Ik weet dat je de amnesias van deze wereld hebt en weet ik wat allemaal, maar... Dat heeft voor mijn gevoel altijd niet echt die production value die ik graag terugzie in games. Hoppakee, daar komt hij. Nou ja, hier had ik wel iets van, oké, hoeveel kogels moet je wel niet door die gast heen jagen? Ja, maar het is geen fysieke presence, hè, volgens mij. Nee. Deels. Maar hij is ook deels supernatural, heb ik het idee. Dus, het zag er tof uit. Promising. Absoluut. Iets. En volgens mij komt hij dus ook al... dit jaar nog. Ja, over enkele maanden volgens mij. Ja, bedoel ik. Van dit, jezus jongens, 2023 gaat echt een... Die gaat 2022, alle pijn die we daar geleden hebben, die gaat die zo overkoepelen. Ongelooflijk. Maar ja, dit kon mij ook wel bekoren. Ik heb al de 5-6 titels die op mijn 2023 die in mijn top 10 terecht zouden kunnen komen. Het wordt een lastige jaar. Nou, en verder de rest, Skate kan een beetje meekijken. Nou, er was één game die is vorig jaar al getoond. Dat was die game van Don't Not. En hoe heet die?
Abolishes niet. Ik ga even zoeken. Ik heb hem er nog even bij gehaald. Dat was. Ik doe deze er even tussen. Banishers. Ghost of New Eden. Banishers ga ik pakken. Ik pak even deze voor. Ja, jou. Die wil ik ook sowieso checken. Like ja. Dragon Gaiden. Nou ja, kijk, nu hebben we dus nu al 2 of 3 echt games die ons integreren. We hadden een leuke game erbij. Dit is een 4e game waarvan ik ook dacht van oké, is dit nu weer vanuit de Yakuza serie? Het is allemaal intertwined met elkaar. Mm-hmm. Uiteindelijk is het steeds wel dezelfde acteur volgens mij die hem speelt. Ja. Maar ja, nee, dit borduurt voort op de originele Yakuza of like a Dragon, mm-hmm, in Japan. Ik kom er ook af en toe geen wijs meer uit, weet je wel. Maar dit is in principe gewoon onze... Ik ben even zijn naam kwijt, maar... nou ja, die we in de vorige Yakuza games gezien hebben. Ja, jij vindt dit leuk, hè? Jij en Daan. Ja. Ik ben het later pas... Jelle ook. Ik ben het later pas echt gaan waarderen, hoor. Een jaar of 4, 5 geleden heb ik het opgepakt. Daarvoor vond ik het altijd wat raar over de top. Ja. Tot je eraan overgeeft. En dan heb je echt gewoon een fantastische tijd, hoor, met al deze games. Ja. Dit is meer die action-oriented. En ja, we hebben dus een paar jaar geleden dus die andere Like a Dragon gekregen. Mm-hmm. Met die gangster die bom werd en weer zijn weg omhoog werkt. Dat is meer turn-based met RPG-elementen. Maar allebei kunnen ze prima naast elkaar bestaan wat dat betreft. Kortom, ook deze, prima, weet je wel. Iets wat we willen spelen, iets wat kwalitatief waarschijnlijk best wel heel veel toffe dingen gaan doen. Ik ga even op zoek naar Banishers. Even kijken waar... Ja, hier is die. Okay, Donut kennen we natuurlijk vooral van Life is Strange. Mm-hmm. En dit is eigenlijk zo'n, volgens mij de eerste game die een iets grittier, realistischere setting heeft. Intrigeerde mij ook. Vond ik ook gewoon... dit is... 2 of 3 games heb ik ook van Focus Entertainment. Ook Focus is on the roll de laatste. Ja, absoluut. Ja. Ze hebben natuurlijk ook met die muizen, met die ratten. Hoe heet het ook alweer? De muizen. Zijn 2 delen van. Ja, jezus. We zitten vandaag wel echt... we zijn moe met z'n allen hier. Dus dan gaan de... Nee, ja, ik word gewoon oud. Ik raak oud. Vergeetachtig. Dat was... Ashes of the Remnant of the Ashes? Nee, dat is weer een andere. Maar wat ik even wil zeggen van... Wat je denk ik ook gaat zien is waar de... A Plague Tale, waar de hele grote publishers steeds meer op die live service shit gaan zitten. Omdat daar nou eenmaal de big bucks te halen zijn. Zijn dit soort uitgevers als Focus Entertainment of de Embracer Group. Die denken van oké, daarin kunnen we gewoon niet mee. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld hele toffe single player... AA-titles. Exact. Ja. En daar ben ik wel heel erg blij mee, want ik trek daar toch steeds meer naartoe. En vind het interessant. Dus ook dit. Leuke game. Wat meer CGI. Maar ik heb wel het vermoeden dat we ook wel wat in-game materiaal hebben gezien. Ja, vorig jaar hebben ze ook al iets van in-game materiaal getoond volgens mij. Ja. Ja, deze komt eind. Ook eind, jaar, dus dat is ook november, oktober. Dat kan wel zo'n game zijn die zomaar overgeheveld wordt naar voorjaar 2024. Absoluut. Als het te druk wordt. Ik wil ook nog even iets wat ik heel erg leuk vond. Niet omdat ik het zelf wil gaan spelen, maar want ik weet dat er hier op de redactie een aantal mensen zijn die dit echt super... dat hier super blij mee gaan zijn. Mm-hmm. En ik vond dit ook gewoon leuk. Dat was Sonic. De old school Sonic. Die gewoon... Die oude platform gameplay, die komt er gewoon weer, weet je wel. En dat was een beetje mensen die nieuwe Sonic die we laatst hebben gehad. Mensen vonden het wel leuk. En anderen zeiden, ja, maar ik wil gewoon die platform shit. Het is er dus gewoon. Sega heeft ernaar geluisterd. Komt dit. Vond ik ook gewoon een hele leuke aankondiging. Ja. Ik weet niet of ik het ga spelen, maar... Ik denk bijvoorbeeld Yui, weet ik zeker dat hij het tof vindt. Voor mij Coast is het snel. Ja. Ik kan het allemaal niet meer bijbenen. Echt, absoluut. Ook gewoon een hartstikke leuke game. En dat merkt je ook heel erg uit de zaal. Dat zijn natuurlijk ook gewoon hardcore gamers die dit konden waarderen. Ja. Geen enkel probleem mee. Dus we hebben nu al zo 6 titels. Ja, maar waar ik wel een probleem mee had, en dat is iets van de laatste maanden, wat ik bij meer presentaties zie, die generieke... ridder in soort van magical futurist. Nou, niet per se futuristic, maar ridders en magie. Ja. Daar kwam ook weer heel veel van langs, voor mijn gevoel, gisteravond. Die King Arthur, Immortals,
Dat is nou ja, laten dat... we die game er even bij. Want ik toen zat ik dus even niet op te letten. Dat is die EA Original, die Immortal. Ja, en ik weet dat daar een trip voor is geweest. En ik dacht van, waarom zijn we daar niet voor uitgenodigd? Maar en alleen maar... influencers zijn er naartoe gegaan. Naar San Francisco is dat volgens mij. Daar links, Immortal. Naar beneden. Dat ja, daar is die. En ik schakelde even in de nabeschouwing. Zat ik mee te kijken. En Shelly en Daan en Koos gingen hier helemaal op los op deze shit. Het is ook... Wie was die jongen? Was dat ook een Hollywood? Het zal een acteur zijn of zo. Weet ja, ik hij zit in deze game. Maar hij speelt de hoofdrol in deze game. Ja, dat zoveel van de laatste tijd. Dat is zo kut. Shit die uit je handen schiet in combinatie met een zwaard en zo. Weet je, het is een beetje too much allemaal. Deze, die knights in shiny armor... gemixt met dan wel futuristisch, dan wel magical stuff. Een enorme grote vrouw. Ja, doet een beetje denken aan Gordo uit Mortal Kombat. Ik heb dit ook helemaal niet zien aankomen. Dit is eerder vertoond, hoor. Okay. Volgens mij bij Sony. Dit komt al over 1 of 2 maanden, of 14 juni al, weet je. Dat komt echt, of juli komt het ook al uit. Ja. Ja, weet je wel, dit is geprobeerd ook al met Forspoken-achtige dingen. Weet je van, ja, het is niet mijn ding. Nee, maar daar zien we er dus meer van. Want ik had het, die King Arthur game, haal deze maar weg, hebben we weer genoeg van gezien. Ja. Dit doet er heel erg denken aan Destiny trouwens. Met, ja, dit is dan Ghost. Echt weer een soort van marketeer die zoiets heeft van, maak even voor mij een game die er zo en zo uitziet. King Arthur, ga ik even zoeken. Niet dat ik die zo graag wil zien of zo, maar om maar even aan te geven van dat we daar die Witchhaven en weet ik van wat, heel veel inwisselbare stuff. Dat is dan een stijltje, hè? En dan denken andere mensen, oh ja, hier is die King Arthur. Kabam! Paars, heel veel paars. Stoere gast. Beetje het muziekje erachter. Ja, natuurlijk. Ik ben ook klaar met draken, behalve die van Diablo. Maar ik heb nu te veel van dit type draak gezien. Maar wie weet is er wel een jonge generatie die hier heel erg hard op gaat. I don't know, man. Nee. Of is dit de westerse adaptatie van de Final Fantasy-achtige dingen? Dit lijkt me gewoon een action game te worden. Ja. Maar en wordt dit co-op? Ik heb geen idee. Het is met de archetype characters ook weer. Je hebt hier de strength guy met zijn two-handed sword. Je hebt de kleine rogue-achtige dame. Je hebt een mage die ook nog even wat spells komt droppen van afstandje. Ja. Ja, maar het... Nee. Dat kon mij ook niet boeien. Dit gaat niemand... Nou ja, ja, ik heb weinig mensen die op basis van dit zeiden in de chat... ook in de stream van... Nou, dat ga ik echt even checken, hoor. Absoluut. Potverdorie. Laten we dan even... Hij bouwde het wel de hele tijd op van... Weet je wel, de finale, weet je... Ik zie hier trouwens helemaal... Die trailer zie ik er helemaal niet eens bij staan, joh. Van? Final Fantasy. Ja, die zag ik er wel tussen staan. Ik was teleurgesteld omdat ik... Final Fantasy 7, ja, Evercrisis. Ik was teleurgesteld... Oh, die. Rebirth. Ja, Rebirth. Ja, oh ja, Evercrisis was die mobile game. Ja, ik had gehoopt op iets anders. Omdat ik wist dat deze Final Fantasy 7 er zou komen. Dat gerucht ging al zo. En het zijn ook wel de rumors are true. Daardoor was het voor mij weer geen surprise aan het eind. De release date was ja, waar het vooral om ging. Ja, ik had heel erg gehoopt dat ze toch Death Stranding of de nieuwe Kojima of iets... Maar ja, goed, dit ja, was... Mensen willen weer te veel in hun hoofd. Nee, zeker. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar ja, als je me dan van... Ah, big surprise. Voor mij was het op dat moment even geen surprise. Ik speel dit niet, maar jij vindt dit wel leuk, hè? Ja, zeker. Ja. Ik was zeer te spreken over de Final Fantasy 7 Remake. Ja. Dus deze ga ik ook zeker oppikken. Al past een Final Fantasy 16 net iets meer in mijn straatje. Oeh, vanwege de staart zat in de fik. Ja, dat is gewoon... dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Oh, okay. Maar dit is een game waar mensen al een hele tijd op zaten te wachten. Het vervolg. Dus het lijkt ook weer gewoon lekker voor te beduren op Final Fantasy 7, ja, op dat eerste deel. Nou, hier had ik dan ook bijvoorbeeld, had ik het leuk gevonden als wel iemand van de studio er was om er wat te zeggen. Ja, maar dat doe je bijna nooit aan het einde met je laatste game natuurlijk. Nee, daar wil je gewoon even een splash, weet je wel. Even iets neerzetten. Ja.
En dat dat uiteindelijk niet de game is, de grote game is waar veel mensen op hopen. Ja, zwa, weet je wel, zo het be. Nee, maar dat is natuurlijk inherent aan dit soort shows. Van wat hoop je dat er gaat komen en zit hier iets wel of niet voor je bij? Ja. Ik ga hem een beetje afronden, want in principe denk ik namelijk wel dat we de meeste echte grote titels hebben te pakken daarin. En ik denk dat dat dan wel redelijk aansluit bij het verhaal wat wij hadden van dit zijn 7-8 echt wel leuke dingen. Voeg daarbij Nicolas Cage die er was. Overigens, die game die zag echt niet uit. Wat leuke elementen. Spider-Man, enthousiasme. Als ze dat in een uur hadden gedaan met deze games, dan had je gewoon echt een leuke show gehad. Ja, maar dan hadden de gasten zich moeten haasten en zo. En dan, nee, oké, maar goed. Dan zou dit te gerushed aanvoelen. Het is een beetje moeilijk om daarin een sweet spot te vinden, zeg nee, maar. Nee, is ook zo. Maar ik las toch ook wel mensen die teleurgesteld werden. Is dat dan expectation? Of is het zoveel zodat dan, wat je al zei, van er zat een middensegment in waar de ene en de andere crap titel voorbij kwam. En ja, in één keer ben je dan weer vergeten van, oh fuck, weet je. Eigenlijk heb ik 5-6 dingen gezien waarvan ik best wel door geïntegreerd. Er zaten ook wel wat leuke indie dingen bij waarvan ik dacht van oké, nou dat wil ik ook best wel checken. Ja, en misschien waren er ook mensen een beetje in de war met die game show. Hoe heet dat dan? Game show? The Game Awards. The Game Awards van ja. Maar dat is natuurlijk nog groter opgezet. En daar komen regelmatig nog grotere titels hun debuut maken, een world premiere krijgen en zo. Ja. Hier is hier wordt wat minder geld in gestoken, ja, van mijn gevoel. Want dat merkt je ook aan het publiek. Dat is minder groots, ja, minder live. En dit was trouwens ook best wel een verrassing. Sandlands, weet je, van de creator van de Dragon Ball serie. Oké, okay, ja, dat doet mij dan weer helemaal niet. Nee, maar gewoon fan favorite, weet je. Dus je hebt iedereen had wel wat. Alleen het was gewoon net even te lang. Ja. Met te veel ingekochte, middelmatige games. Dus ik heb me uiteindelijk wel vermaakt. Ik ben hier niet negatief of zuur over. Het kan beter, maar ik snap wel waarom het gewoon 2 uur moet duren. Het was 1 uur en 3 kwartier. 1 uur en 3 kwartier, omdat ze gewoon ja, de boel betaald moeten krijgen. Ik denk wel dat het een opening laat voor Microsoft om die gaan het ook een beetje live doen en die komen denk ik wel met eigenlijk de wat meer grotere games, misschien ook wel third party nog wat dingetjes erbij. Ze moeten wel hè. Nou, ze moeten het is zeker. 2 voor 12. Het is al 5 jaar 2 voor 12. Het is 5 over 12 wat mij betreft. Ik zeg het ook niet meer. Wat ik wel leuk vond en wat ik me eigenlijk realiseerde is dat we eigenlijk altijd presentaties, en ik zet even het filmpje uit, altijd hebben gekeken naar presentaties van één partij. Het was de EA, de Ubi, de Konami, de PlayStation, de Xbox. Dat betekent dat het allemaal steeds hun eigen dingetjes waren. En Jeff laat die grenzen vervagen. Nou, dat bedoel ik. Van wat ik leuk vind, is dat elke partij eigenlijk zijn beste beentje voorzet om daar binnen te scoren. Je krijgt niet al hun kruid verschieten natuurlijk. Nee, maar je krijgt daardoor wel heel veel diversiteit. Omdat PlayStation games, het zijn veelal hetzelfde type games. Nintendo, het zijn vaak hetzelfde type games. Xbox heeft ook een bepaalde stilo. Ubisoft heeft een bepaalde stijl. Dit kwam van alle kanten. En wie weet is dit ook misschien wel in plaats van al die state of plays en directs en zo, leuk om 2-3 keer per jaar zoiets te hebben waar Publishers dan gewoon hun vetste game of hun game die ze willen laten zien. Dat vond ik wel leuk, want er zat best wel diversiteit in qua stijlen. Ja. Afgezien dat je te veel riddertjes zag. Maar dat is een beetje de trend. Was het vorig jaar het hertjes, nu zijn het riddertjes in magische settings. Nauwelijks. Er zaten er wel wat in, maar het is me niet echt opgevallen. Live service games. Zaten er wel in hoor, maar niet prominent. PlayStation was heel prominent, die live service shit. En ja, daar ga ik niet zo lekker op. Super inwisselbare shit ook allemaal. Ja, ik ben bang dat Ubisoft er ook wel wat in gaat gooien. Microsoft weet ik niet. Microsoft heeft, als het goed is, andere titels nu die ze moeten afvuren, als het even kan. Dus ik vond het best leuk. Ik ga niet zeggen dat dit het beste evenement was ooit. Ik vind het ook niet zo van, je zat een game bij, nou, dat over 3 jaar kan je me wakker maken, dan weet ik die trailer nog, weet je wel. Maar gewoon wel vermakelijk leuk, genoeg om over te praten. Enthousiasme, developers die zaten erbij. Ja,
Ik kan er wel even. Ruime voldoende. Dat is hoe je de E3-shows in principe graag zag ook, weet je wel. Met de nodige afwisseling en... Ja, nee, ja, niet super, maar ook absoluut geen zware onvoldoende voor Jeff en medewerkers. Zo zie je maar weer. Zuur hoeft niet altijd heel zuur te zijn, maar we hebben er wel gewoon even goed kritisch naar bekeken. Wat kritische noten gekraagd. Xbox, die komt er nu aan op zondag. En dan weet je dat maandag, hopelijk weer zo rond 1 uur of 2, dan de reactie van ons. En dan zit Boris erbij. Ja, wat we daarvan vinden. Dus wordt dingen eigenlijk niet besproken, de Valver. Nou, die gaan we, we hebben einde van de week vrijdag ook natuurlijk nog. Oh ja, ja precies. Okay. Maar ja, dat vond ik dus, ook wel wat leuke dingen. We hebben op deze grote show hebben we toegespitst. Goed, maandag, tweede aflevering van Team Zuur.